Nou, ik kwam er bij toeval achter dat ondergoed en sokken het minst gedoneerd worden, maar juist het meest noodzakelijk zijn. Ja. Dit is jouw sok geworden. Ja. Jouw eigen verhaal van wat je met ons gedeeld hebt en het idee achter Rebel hebben we op de sok gezet. En ik wil jou hartstikke hard bedanken voor jouw deelname. En ik vond het leuk om jou te leren kennen. Het is een echte sok geworden. Het is een echte sok geworden. Ja, toch? Kunstenaar en ex-dakloze Clemens ontwierp voor de stichting Let's Do Goods een paar Gravity sokken. Deze stichting werkt met daklozen en doneert één paar sokken bij elk verkocht paar. Dat voorziet in een behoefte, want sokken vind je gek genoeg niet zo snel bij een kledingbank, volgens initiatiefnemer Niels Hermes. Nou, ik kwam er bij toeval achter dat ondergoed en sokken het minst gedoneerd worden, maar juist het meest noodzakelijk zijn. En ik dacht, daar moeten we toch iets aan kunnen doen. In een land als Nederland moet dat niet kunnen. Dus in Nederland zijn 58.000 mensen afhankelijk van kledinginzameling voor hun comfort en voor hun kleding. En dat is echt niet alleen maar de man die we zien slapen op het bankje in het park, maar dat zijn ook hele gezinnen in verborgen armoede. En die hebben dus geen toegang tot nieuwe ondergoed en sokken. En dat willen wij oplossen. Ik vind het leuk om Gravity te verkopen. Dat vind ik spannend. Als ik wou dat het een Gravity sok moest worden. Dus ja, dan is afwachten van, is de tekening wel goed? En uiteindelijk heeft mij een voorbeeld gestuurd. En dan is het, dat vind ik wel een Gravity sok gewoon. Dus, toen was ik akkoord en dan is het afwachten van, wordt het echt een sok? En niet alleen een tekening. En ja, nu zit ik met die sok in mijn handen, dus het is daar allemaal echt van de grond gekomen. Dat vind ik wel leuk. De stichting werd vorig jaar op Wereld Dakloze Dag gestart, maar kunstenaars moesten nog gevonden worden. Toen ben ik de wereld van de dakloosheid binnengestapt. Dus naar dagopvangen, naar nachtopvangen, naar dagbestedingsactiviteiten. En toen viel het mij op dat eigenlijk in elke grote stad in Nederland heb je wel een dagbestedingsactiviteit waar men creatief bezig is om zo aan hun herstel te werken. En toen ik dat zag, dacht ik van daar zit een raakvlak, daar kunnen we iets mee. Dus ik ben gaan praten met de beheerders van die dagbestedingsactiviteit en het idee geopperd van, kunnen we niet samen met jullie kunstenaars een collectie sokken maken en later ook ondergoed, die gaan verkopen en op die manier het probleem oplossen, samen. En dat is wat we zijn gaan doen. Er is een officiële overhandiging, maar Hermes stapte ook op de fiets om overal in de stad sokken op te hangen. In elke stad hebben we ook een fysieke lancering. Dus wat ik dan doe, dan stap ik op de fiets en dan hang ik in heel de stad sokken op van de kunstenaar voor de gelukkige vinder. En dat is eigenlijk om ons project onder de aandacht te brengen bij de gewone mensen.